Ja, goeiemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Geen goeiemiddag eigenlijk, want het is ochtend. Het is namelijk ongeveer 8 uur, want dat is de ochtendshow. Het is oranje. Vanavond spelen ze weer tegen Oostenrijk. Hopelijk gaan we winnen. Misschien wel. We hebben van Oekraïne was het volgens mij wel gewonnen. Althans, gewonnen. Bijna verloren. Sorry als jullie trouwens dingen van mijn microfoon horen. Dus dit. Sorry daarvoor. Het is heel vervelend. Maar het is een beetje warm. Het is namelijk nu nog woensdag. Maar jullie weten wel waarom. Maar goed. Hopelijk hebben jullie er allemaal een beetje zin in. Ja, we gaan denk ik maar meteen met een nummer die iedereen wel bijna kent. Luisteren, afspelen. Pak nog even lekker snel chipjes. Nee, het is trouwens ochtend. Geen chipjes. Pak lekker ontbijtje, een kopje koffie. En zing lekker mee met deze nummers. Dat zijn namelijk onder andere, wij zijn oranje, in de naam van oranje, ja, de toejaar door, allemaal dat soort nummers. Dus ja, ik zoek even te kijken of alles verder goed is. Ja, top. Het kan zijn dat jullie soms uit beeld zien een beetje, dat komt omdat daar mijn mengpaneel toetsenbord staat. En daar moet ik de knopjes indrukken. Dus hopelijk hebben jullie er een beetje zin in. We gaan lekker meteen beginnen met een nummertje die jullie misschien wel kennen. Het was ooit een nummer dat vaak werd gedraaid bij het EK. Aantal jaar geleden. 2014 of zo, weet ik veel. Maar nu is er een nieuwe versie uitgebracht. 2021 editie. Namelijk van Wolterkroes en Stuk TV. Het heet FIFA Hollandia 2021. Geniet er lekker van. En dan gaan we lekker luisteren. Dit is de ochtendshow op Radio Scout Twente. Veel luisterplezier. Het hele land oranje, we gaan naar het EK. De spelers staan er klaar voor, ze komen er weer aan. Het hele huis van links naar rechts, als er wordt gescoord. We juichen, ja, want Nederland is door. Ja, wij gaan ervoor. Maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben met Stuk TV, dus alle drankjes staan weer koud. Dit is waar Nederland van houdt. Ja, wij gaan voor goud. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan het tegenaan. Het legioen, dat laat de leeuw niet in zijn hempie staan. Finale, oranje gaat het doen. Ja, wij gaan het halen. We worden kampioen. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal. We gaan het tegenaan. En legioen, het laat de leeuw niet in zijn hempie staan. We zijn er weer bij. Viva Hollandia.
Wotkroes en Stuk TV met FIFA Hollandia 2021 editie. Leuk dat jullie allemaal nog luisteren met een pakkie koffie, een ontbijtje of wat dan ook. Mijn naam is... Mijn naam is Tobias, de DJ van vrijwel gewoon elke ochtendshow. Ja, soms niet, soms heb ik er niet heel veel zin in. Ben ik eerlijk in. Vooral nu met warmte. Maar ik dacht, ik heb even zin. Vandaag, vanavond voetbalt Oranje tegen Oostenrijk. En we zullen zien of we gaan winnen of niet. En ja, gewoon allemaal nummers die uitgebracht zijn dit jaar of andere jaren. Ga ik gewoon het draaien. We zitten in een mooie oranje sfeer. En er zijn ook weer leuke dingen. Zoals scouting hebben we weer. Eindelijk. Ik heb er zin in. Tweede opkomst weer. En dit keer met lekkere weer volgens mij dan 2 weken geleden. Onze scouting is om de 2 weken. Dus ja, ik heb zin in en ik hoop jullie ook. Die scouting, maar ook in de vakantie die natuurlijk aankomt over een aantal weken. 6 ongeveer. Dus ja, ik heb er zin in. Dus laten we zien of dit een mooie vakantie wordt. Ze willen morgen, dus vrijdag, is een persconferentie. Zo, dat was een... Omdat ik me dubbel hoor. Heel vervelend. En misschien gaan de mondkapjes weg. Uiteindelijk, dat hoop ik wel. Ze zijn namelijk bloed irritant. En ja. Maar goed. Weet je, we moeten van het ergste uitgaan. En dat ze niet weggaan. Maar goed. Ja. Het is eenmaal. Dus alles voor onze veiligheid. Gelukkig heb ik nog nooit corona gehad. Dus ja. In ieder geval, dit is een oranje uitzending. Bijna heel deze week. Aantal weken of zo. Ik weet niet precies. Volgens mij, maar is het ook een beetje zo. Dus ja. Nou, leuk dat jullie allemaal kijken. En dan hebben we nog een, natuurlijk een artiest. Die kennen jullie misschien ook wel. Van, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. En ik bemoei me toch ook niet met een ander. Nou, dat dus. Andreas, maar niet de André Hazes die jullie kennen, maar de André Hazes junior. Nou ja, hoe zeg je dat eigenlijk? De André Hazes junior, niet die kleine, maar die middelste. De originele André Hazes. De eerste is helaas overleden. Maar goed, ik heb zin in en ik hoop jullie ook. Dus we gaan er lekker van genieten. Dit is André Hazes met Wij Zijn Oranje. Veel luisterplezier. Ik kom voor de ketting. Momentje. We moeten, we willen, we strijden, we winnen. Geen tijd meer voor twijfel, de kracht zit van binnen. En samen staan we sterk. Die kleur is ons leven, we juichen, we schreeuwen. We gaan alles geven en vechten als leeuwen. De beker is de kroon op ons werk. Wij zijn oranje. Wij zijn oranje. We vechten voor ons land en onze eer. Wij zijn oranje. Voor altijd oranje. En niet.
Soms zat het ons tegen, dat kostte de zegen. Maar opstaan en doorgaan, want dat is het leven. En nu is ons moment. Het gaat echt gebeuren, het is over met treuren. Ze zullen het weten en nooit meer vergeten. Het is tijd dat heel de wereld ons weer kent. Wij zijn André Hazes met Wij Zijn Oranje, hier op Radio Scoutwinter. Mijn naam is Tobias. En ja, dit is de ochtendshow, dus hopelijk hebben jullie zin in. Ik tenminste wel. En we gaan gelijk door met het volgende nummer. We gaan er een beetje tempo in maken. Dat vind ik wel mooi. Namelijk, jullie kunnen misschien wel, spreek ze een beetje Frans of Duits van Donnie. En Frans-Duits. Maar er is een nieuwe versie gemaakt voor het EK speciaal. En dat is de Leeuwdans. Dus ja, hier op Radio Scout Twente. Nu op en in de ochtendshow. Een prachtig nummer. Een remake op Frans-Duits. Dit zijn Donnie en Frans-Duits met de Leeuwdans. Buurman! Hey buurman! Klaar voor de aftrap? Oranje! Lekker al. Je kent het wel, het voetbalspel. De leeuwen van NL staan klaar voor de aftrap en je weet het. De nummer 1, Alvieders en je kan er niet omheen. Grappen gaan nu samen voor de beker. We doen de Leeuwendans, juich, dans. We geven ze geen kans. We doen de Leeuwendans, ik juich en dans. Juich, dans. We doen de Leeuwendans. We geven ze geen kans. Ik juich en dans. Nederland zit weer voor de buis met de vraag. Gaat de beker mee naar huis, vertel. Wat wordt het positiespel? Aanvallend of vanuit de counter heel snel? Klaar voor de aftrap, spreek met je voeten. Wil je scoren, moet je het doel opzoeken. Het is een route om te excelleren. Ook al staan we achter, we blijven het proberen. Je kent het wel, het voetbalspel. De leeuwen van NL staan klaar voor de aftrap en je weet het. De nummer 1, Alvieders en je kan er niet omheen. Grappen gaan nu samen. Heren meester op alle hoeken. Records, die schrijven wij uit de boeken. Hier heb je de bal, gap alsjeblieft. We hebben weer gescoord, wat een slechte keep. Ey, hoe zeg je voetbal in het Frans? Ach, laat maar zitten, want ik doe de Leeuwendans. Ja, we gaan weer voor de cup. Heel Nederland schreeuwt Holland, hup. Je kent het wel, het voetbalspel. De leeuwen van NL staan klaar voor de aftrap en je weet het. De nummer 1, Alvieders en je kan er niet omheen. Grappen gaan nu samen.
hier staan we dan, een team van 11 man. De oranje leeuw houdt alle ballen tegen. Je legt hem neer, je kijkt me aan, maar je kan ons niet verslaan. Nee, zelfs niet van 11 meter. We doen de leeuwendans, juich, dans. We geven ze geen kans. We doen de leeuwendans, ik juich en dans. Juich, dans. We doen de leeuwendans. We geven ze geen kans. Ik juich en dans. Goedenavond, meneer. Dankjewel. Merci. Ja. Dat was de Leeuwendans hier op Radio Scout Twente. Ja, het is gewoon een vrolijk nummer. Ja, ik kan er ook niet heel veel meer van maken. Ja, ik ben benieuwd, is bij jullie erg oranje in de straat? Bij mij valt mee, ik zie daar aan de overkant wat oranje slingers. Maar verder zie ik niks in de straat van oranje. Zelf heb ik ook niet straat. Maar ik dacht, voor deze uitzending hang ik even een mooie Nederlandse vlag op. Ik moet toch een beetje het Nederlands elftal aanmoedigen. En dit mooie hoedje ook. Ik heb daar ook nog eentje liggen verderop. Ik dacht, ik doe deze wel op. Is leuk. Ja, en nu toch lekker bezig heen. Ik denk dat we mooi kunnen gaan naar het volgende nummer. Deze artiest kun je misschien kennen van andere zien, zoals een koffer en Ferry zelf. Ja, het is een Frank Lammers, heet hij. Hij is een acteur op Netflix, misschien heb je kunnen zien. Maar hij heeft ook nummer gemaakt voor het Nederlands elftal. En het heet Titus, Frank en Frank. En het gaat over Frank de Boer. Dus ja, geniet ervan. Dit is Frank en Frank met Frank de Boer hier nu op Radio Scout Twente. Veel luisterplezier. Dat is al ruim 10 jaar dat hij in het vak zit. Hij heeft gecoacht in Amsterdam, Milaan, Londen en Atlanta. Hij heeft stadions doen vollopen. Hij heeft ook stadions doen leeglopen. Hij heeft succes gekend. Hij heeft ellende gekend. Hij heeft toejuichingen gehad. Landstitels, bloemetjes. Eerste ronde Champions League. En de schaal 4 keer. Tja. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar supporters hebben meestal maar 1 verzoeknummer. Frank de Boer! Frank de Boer! Hij is de coach, onze man. Pak die cup als het kan. Frank de Boer! Hij heeft een caravan. Heeft ook een assistent. De een staat op Garderen. De ander is een vent. Degene die zoals hij werken zonder sentiment, worden door de critici niet echt verwend. Want zelfs de broer van Frank de Boer weet het beter op tv, net als die mannen bij Gené op de vloer. Hij praat wat met een spits die graag een voorzet wil. En ook met Dwight over de volgende stap. Hij babbelt, roept en appt. En soms blijft hij stil. Hij doet zijn best. Compliment en een grap. Maar ik wil geen grap dit keer. Ik wil geen grap. Frank de Boer. Ik wil geen tikkie breed van die rechtsachter. Ik wil naar voren. Geen ouwe hoer. Wanneer een coach succesvol is, dan heeft hij talent. Fans, wordt geëerd als een held. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?
zijn palmares, foto's en vooral veel geld. Frank de Boer, Frank de Boer, pak die cup en maak ons dronken, maak ons blij en van geluk. Frank de Boer, liefde van hem en van zijn team, dat is de kracht die mag worden verwacht. Doe het voor ons vaderland met jouw briljante voetbalverstand. Frank de Boer, Frank de Boer, voor zijn slapeloze vrouw, van tranen nat als hij thuis komt strontzat. Frank de Boer, voor zijn vrienden die ook wel eens trots willen zijn en hem al die tijd blijven steunen. Frank, 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 Frank de Boer. Voor zijn dochter en zijn schoonzoon die er niet bij zit en daar vreselijk van baalt. Frank de Boer. Nu, we willen winnen, winnen en iedereen verrassen. De koning, Louis, Dicky, Guus en Ronald. Geluk met een doelpunt na ingreep van de VAR, omdat we zoveel van je houden. Frank de Boer, Frank, Frank, Frank de Boer, Europees kampioen. Frank Lammers met Frank de Boer hier op Radio Scoutwinter. Leuk dat je nog luistert naar dit prachtige programma, de ochtendshow hier op Radio Scoutwinter. Ik heb zin in, ik hoop jullie ook. Het is warm, maar ja, met warm moet je toch dingen doen, hè? Ja. Het is niet anders. Hopelijk heb je lekker weer vandaag. Het wordt vandaag boven de 30 graden, hier ongeveer 34 graden. Dus ja, hopelijk is het bij jou ook lekker warm. Kun je lekker in het zwembad. Ja, dat is lekker. Dus hopelijk heb je nog een beetje zin in deze week. Aankomende week en natuurlijk de vakantie. Over 3 weken voor de mensen die nog op school zitten. En ja, anders. Ik heb zin in gewoon in deze uitzending ook. En in de dag. Nou ja, in de dag niet. Ik moet naar school. En ik moet om 3 uur. Van 8:20 tot 3. En daar heb ik niet heel veel zin in. Maar goed, ja, het is niet anders. We gaan lekker door naar het volgende nummer. Ik weet niet precies wat het is, maar het is Hede Welles met Allee Hop. Klinkt een beetje Belgisch, maar het is een oranje lied. Dus we gaan luisteren naar Hede Welles met Allee Hop. Hier op dit prachtige station Radio Scout Twente. Veel luisterplezier. Zelf, ik ben klaar voor de nacht. Nu al mijn maten hier zijn, gaat mijn Spotify aan. JBL verlopen, vanavond wordt bezopen. Ik maak een Insta-story en ik heb je gezegd. Maak jij je maar geen zorgen, jij bent al gedekt. Met z'n allen!
zijn het me waard. De lampen die gaan aan, maar mijn lichtje gaat uit. Heb alles weggegeven, want dit is toch de leven. Mijn ogen zijn gesloten, maar mijn kop pijn ontwaakt. En ik kon steeds dat liedje dat ons heeft gemaakt. De DJ heeft die handjes, het feest dat is hier. Allee op, hier op Radio Skotinte. Als je nu niet wakker bent, weet ik het ook niet meer. Ik tenminste wel. Leuk dat je nog een keer luistert naar de ochtendshow met DJ Tobias. Radio Scout Twente. Ja, Radio Skotinte gewoon. Leuk dat je nog luistert. Mijn naam is Tobias, de DJ van de ochtendshow. We hebben ook nog een avondshow met DJ Maurice. Wil je dat een keer checken? Check het zeker. Elke avond, bijna elke avond, om 6 uur, een nieuwe avondshow van DJ Maurice Grobbe. Ja, nu we er toch lekker in zitten, gaan we denk ik lekker gewoon door met een nieuwe lekkere knaller. Dit is In de Naam van Oranje van Guni Wijnaldum. Hier, nu, op dit station. Radio Scout Twente. Veel luisterplezier. Ja, ja, prachtig. Genie Wijnaldum, hier op Radio Scout Twente. Mijn naam is Tobias. Leuk dat jullie allemaal luisteren naar dit leuke show. Vind ik tenminste. Al ben ik een beetje iets kwijtgeraakt nu net. Ik was iets
te enthousiast. Maar goed, de volgende keer beter. Beter. We gaan denk ik door gewoon naar het volgende nummer. En deze mag je ook wel. Dit is gewoon John de Bever. Hier op Radio Scout Twente. Met Laatste Beven. Hier nu op Radio Scout Twente. Ik wil zo snel vergeten. Oeh. Een elftal dynamiek. Spelers met klasse en techniek. Europa zal het weten. Oeh. Wij zijn. Kijken wat er gaat gebeuren. Die bal gaat voorkomen, die komt voor. En daar is de kans voor Oranje, die gaat erin. Ja, we staan voor! De leeuw brult weer als weleer. Onze jongens gaan tekeer. Ze spelen zo goed samen. Reis. Pakken wij weer eens een prijs met zulke grote namen. Ooh. Wij zijn er nu weer bij. Oranje zij aan zij, ja laat ze beven. Vergeet je narigheid, dat is verleden. Wedstrijd van Oranje. Weer een goede wedstrijd van Oranje, kun je ook zeggen. Zoals het hele toernooi al lekker speelt. Ook in deze wedstrijd maken we weer een hele goede kans. De finale is dichtbij. Bal over de linkerkant. Wordt nu voorgegeven, wordt nog niet voor. Ja, hij wordt wel voorgegeven. Daar is die kans. Mogelijkheid om te schieten. Er wordt geschoten en we staan voor. We staan weer voor. Geweldig. De titel is ons toe. Ik heb een goed gevoel. Ja, laat ze beven. Oeh, met passie en benijn. Doen wij ze pijn. John de Bever met Laatste Beven hier op Radio Scout Twente. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze uitzending. Hopelijk hebben jullie er een beetje van genoten. Ik tenminste wel. Dus dit was de ochtendshow. Ik hoop jullie morgen weer terug te zien. Morgen is het vrijdag. Nog één dagje en dan is het weekend. En dan kun je weer lekker genieten van vrijdag. Als je natuurlijk vrij bent. En als je niet vrij bent, nog steeds gewoon werk ze. En dan zeg ik zo snel dit. Later. Later. We zijn er weer bij. En dat is prima. Vier.